kijkers staan daar gekleurd op. En die fan die er bovenop staat. Die. Die zat tegen hem te schrijven. Hou je waffel even? Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. En doe het met de lach. Probeer ik ook weer te doen. Ik heb gisteren ook weer een vlog kunnen renderen. Dus ik heb er nou 2 gerenderd, maar nog niet naar YouTube. Ja, lieve vrienden, het is alweer maandag en Stefan die komt vandaag niet, die komt morgen. Dus daar hoef ik niet op te wachten. En ik had stralende hoofdpijn, ik ben er nog niet af. Dus ik ben blijven liggen. En het is al 14:16. Maar ik was er net even in de douche bezig. De schilders die zijn er eindelijk. En ik draai jullie even zo meteen om. Die dan er bovenop zat, die stond me toch te schreeuwen tegen een ander die in een busje stond te werken en of het 2 uur moet duren. Hallo? Wees kalm, idioot. Kan ik zo min tegen? Die jongen die zal zijn best denk ik wel doen, maar in ieder geval, ik draai jullie om. Even inzoomen. Kijk, ze staan daar gekleurd op en die fan die er bovenop staat. Die zat tegen hem te schrijven. Hou je waffel even? Ja. Nou, ik vind dat niet nodig, weet je. Ik communiceer normaal. Vind ik. Wat heb jij? Wat heb jij? Oh ja? Oh ja? Oh, is dat zo? Oh ja, dat is zo. Hé, we gaan weer naar beneden. En dan pak ik jullie daar zo meteen wel weer eventjes erbij. Want ik heb een heleboel mee te nemen. Dus ja, we gaan naar beneden. Hè, Rijka? Ja. Zeg maar tot straks. Oh. Zo, daar zijn we weer. Ja, ik ken daar zo slecht tegen, hè, dat die lui zo doen. Maar in ieder geval, welkom bij weer een nieuwe vlog. Dat heb ik net niet gedaan. Voor Corinna en de beestenboel. Ik ga zo naar het toilet en mijn meiden even lekker uitlaten. Het is wel weer grijs, grauw en triest. En ik moet nog naar de zeeman toe. Dus ja, ik heb nog wel het een en het ander te doen. Maar ik ben lang. Ik heb stralende hoofdpijn. Ik hoest ook nog steeds, maar het wordt wel wat rustiger op zich. Het hoesten is zelf nog wel heftig, maar de tussenpozen worden langer. Dus ik hoef niet meer zo vaak. En dat doet ook nog wel zin natuurlijk. En je buikspieren span je aan en je rugspieren. Dus ja, dat hé allemaal, wat gebeurt er nou weer? Nee, dat doet Roderick maar niet, ik. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag en doe het met de lach. Probeer ik ook weer te doen. Ik heb gisteren ook weer een vlog kunnen renderen. Dus ik heb er nou 2 gerenderd, maar nog niet naar YouTube. Nee, ik hoop dat ik daar vandaag ook weer aan toe kom. Maar ik wil ook proberen die slingers weg te halen, zodat enkel die takken nog hangen. Dan kan ik mijn eettafel opruimen, dan kan ik die takken er pas afhalen. Dus ik denk dat die takken morgen worden. Ja, maar eerst moeten die slingers weg. Dan kan in ieder geval dat ook weer naar boven toe. Want ik heb ook slingers in een doosje. Ik probeer dat allemaal in een grote curvebox te doen die ik hier heb staan. En dan kan de andere slingers erbij, kan het doosje weg, want die is gaar op. En ik zoek nog een andere doos waar mijn elektriciteit van mijn kerstspullen allemaal in kunnen. Want dat staat ook hier. En daar zit een toren op. Ja. Dus dat moet ik een grotere doos voor hebben voor de elektrische apparatuur. Dan kan ik dat. Dat heb ik altijd gewoon hier in de kast staan. Maar dan staat het wat netter, weet je. Maar oké, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. En ga vrolijk door met hetgeen waar je mee bezig bent.
Ja, goedenavond lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik heb alweer 2 vlogs in elkaar weten te zetten, maar het staat nog niet op YouTube. De derde die staat klaar, maar ik geef lekker mijn mondjes uit. En ik heb ook de zilveren slingers weg. Dus dat zie je ook aan de verlichting. Daar zijn ze allemaal weg, langs de muur daar. De slinger die boven de computer heen liep, die is helemaal weg. Daar is het weg. Dus ja, het zijn enkel die takken nog. Die takken nog. En de kerstman, maar die moet niet ingepakt worden. Dat komt in de vuilniszak en op de kattenkamer ergens bovenop, dat er niks mee kan gebeuren. En dan buiten de takken nog. Die moet ik ook nog doen, maar dat is, ik doe het eerst binnen en dan buiten. En dan de tafel moet nog, nou ja, de tafel, als ik die klaar heb, dan kan ik de takken pas doen. Want dan moet ik zeil op hebben. En dan kan ik ze eraf halen van de muur en dan ga ik de ballen, de versiering eruit halen. Maar ik vond, en ook uit de hal is de verlichting weg en de slingers. Dus dat is ook weg, ook opgeruimd. Maar ik ga nou met de meisjes, de boel die staat al klaar, ik heb mijn vest al dicht. Mijn sjaal en mijn jas leg ik klaar, dus ja, komt allemaal goed. Morgen weer een dag, zou ik zo zeggen. Ik ga vanavond sowieso weer Goede Tijden, Slechte Tijden kijken. En Helmman is klussen, vind ik altijd leuk. En tussen de bedrijven door doe ik nog weer een vlog. Ja, dus het komt allemaal weer op zijn pootjes terecht. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En ik weet niet of ik vanavond nog retour kom, zo niet. Wel terug te slapen, lekker met de mooiste dromen die je wensen kan. En hopen dat ze ook uit mogen komen. Ik zou zeggen, tot later.